Hallo, welkom weer bij Vacht en Veren. We zijn hier op boerderij Wolfslaar en Harmtien kan daar van alles over vertellen. Wij heten boerderij Wolfslaar waar buiten binnenkomt. En voor mij en voor ons betekent dat eigenlijk dat buiten is de boerderij, buiten is het gebied hieromheen, dus het landgoed Wolfslaar, waar je kunt leren over de boerderij en over alles wat daar buiten is. Het gaat ook niet alleen over dieren meer, maar ook over de natuur en wat je kan doen met de natuur. Precies, dus over voedsel, over een eetbare stadstuin. Zo hebben we iemand om eigenlijk de EHBO in de natuur te ontdekken. Dus grappig. Ja, grappig hè? Ja. Nou, dat weet jij vast. Is dat je wondjes verzorgen? Of ja, met bepaalde precies. Eigenlijk weet bijna iedereen dat wel. Dat als je welke je moet hebben. Ja, als je door de brandnetel gestoken bent, dan kun je weegbree zoeken. En die weegbree, als je die een beetje kneust en over je hand heen wrijft, dan houdt het op met jeuken. Maar zij leert kinderen over wat je in de natuur kunt vinden, maar ook hoe je dan een zalfje kunt maken van die weegbree om mee naar huis te nemen in de vorm van weegbreezalf. Hey Angelique, leuk dat je er weer bent. Ja, waar gaan we vandaag beginnen? Nou, ik denk dat we naar Evelien moeten gaan. Evelien is mijn lievelingskoe. En het is natuurlijk eigenlijk zijn alle dieren wel favoriet hoor. Maar ik heb één koe, daar heb ik wel een hele speciale band mee. Oh. Ze ziet mij al staan vanuit de vecht, dan komt ze meteen naar me toe, want dan weet ze wat er gaat gebeuren. Zullen we er maar even heen lopen dan? Nu staan ze overdag op het terrein en 's nachts staan ze in de wei. Dan hoeven ze niet op stal te staan. Dus zijn ze zacht maar net al staan. Dus... Nou, dit is al heel bijzonder. Er zijn weinig koeien, denk ik, die je kunt roepen als een hondje. Maar dus... Kom maar! Ja! Dit is Marieke. Ja! Hallo Marieke. Kom eens. Ook een hele mooie koe. Ja, dit is wel een bijzonder ras ook te zien. Ja, met dit is een lakenvelder. Dus dat is eigenlijk al wel... Voor kinderen doen we altijd een trucje. Dus ik van, wat voor ras zou dit zijn? En, ja, lakens zijn natuurlijk ook niet meer zo heel vanzelfsprekend. Iedereen heeft tegenwoordig een dekbed. Ja. En deze, die heeft een witte band zo rondom het lichaam. En dit, Evelien, dat is een witterik, zoals dat in het Nederlands heet. Maar we zijn natuurlijk in Brabant en in Breda en dan zeggen ze een ruggelaar. Ruggelaar. Dus die hebben dan altijd een witte rug. En je ziet dat die een beetje spikkeltjes hebben zo op hun nek. Dat zie je, je hebt wel eens koeien die hebben dat nog veel meer dan zij dat heeft. En zij krijgt iedere dag, of nou, soms wel 2 keer per dag, een kriebelbeurt, een massage. Ze gaat er ook echt voor staan. Ja, ja. Ze komt helemaal niet van, hebben jullie wat te eten? Nee, ze wil echt gekoeld worden. En ze vindt het, dit vindt ze, alle dieren hebben een soort van favoriete plekje. Hè? Ja. Dus hier heb je zo'n weerborstel, dat vindt ze erg lekker. Oh, ja. Maar ze vindt het ook erg lekker om bij de billen gekribbeld te worden hoor. Dus, dat is zomaar natuurlijk. Ja. Waarom, ik heb altijd het gevoel dat koeien geen horens hebben. Waarom heeft zij wel horens? Nou ja, de meeste... Kijk, zie je, dit is nu tijd voor de billen. Eigenlijk hebben alle koeien, alle geiten, hebben allemaal horens. Ja, dus als je ze ziet, zijn ze altijd onthorens. Alleen de mannetjes horens hebben, maar dat is dus niet zo. Nee, ook de koeien. En bij koeien is het wel mooi. Je moet hier maar eens kijken, deze koe. Als ze een kalf krijgen... dan komt er een ring in de horens. Dus je kunt zien, zij heeft 1 keer een kalf gehad. Ja, ja, want hoe oud is ze? 16 jaar. Okay, en dat is voor een koe wel, voor een Nederlandse koe is het niet heel oud, want koeien kunnen wel 25, 26 jaar oud worden. Maar in Nederland komen niet heel veel koeien voor van deze leeftijd. Want, ja, geen productie meer. Geen productie en dan, is het, dan wordt het, nou ja, einde verhaal. Diepvriesvulling, ja. Ja. Een koe kan heel goed tegen om gewoon dag en nacht buiten te zijn. Een koe heeft een lichaamstemperatuur die een graad hoger is als die van een mens. Dus wij hebben iets van 37,5 en zij hebben 38. Nou, alle dieren die krijgen wel een extra aandacht. Hè. Dit is ook belangrijk voor ons werk. Dit lijkt natuurlijk een beetje van spielerij, maar juist onze dieren zijn heel mak en tam. Ook omdat ze heel veel gewoon persoonlijke aandacht krijgen. Ja. Gewoon, waar kun je nog een koe aaien? Ja. Hè, waar kom je nog een varken tegen? Dat is eigenlijk alleen maar op plekken zoals op Wolfslaar of op andere boerderijen. Je ziet hier dwerggeiten. Die grote geit heet Katootje. Je ziet, ze heeft geen horens, dus ze is in de minderheid. Ze komt van een andere kinderboerderij, daar hebben ze al dieren ja, zonder horens. Ik vind, ja, zo zijn ze bedoeld met horens, dus wij hebben ze hier graag met horens. En dat had ik niet beseft. Dus toen ze hierheen kwamen dacht ik van, oh, die hebben wel even een uitdaging gehad. Dus je ziet ook wel, ze heeft echt moeten knokken voor een plekje. Dus ze is groot, maar dat wil niet zeggen dat ze meteen de baas is. En dit soort geiten, die landgeiten, ja, je ziet het ook, hè, een robuust uiterlijk. Ja, je hebt in Ierland lopen dit soort geiten al eeuwenlang gewoon wild los. Ja, dat zijn van die geiten die kunnen eigenlijk zomer en winter buiten, een hele sobere geit. En dit was vroeger een beetje de arme luiskoe. He, dus als je geen koe kon betalen, dan nam je zo'n geit, want die eten nauwelijks iets, die kun je toch melken. Je hebt nog eens wat jonge geitjes ervan en, nou ja, goed, en als er niets meer te melken is, dan werden ze opgegeten gewoon. Geiten zijn echt heel nieuwsgierig, hè? Dat zijn echte onderzoekers natuurlijk. Daarom zie je dat wel eens, hè? Want van die geiten die op onbewoonde eilanden vroeger achtergelaten werden door de VOC, maar eigenlijk alle schepen deden dat. Want als ze ooit schipbreukeling zouden lijden, en ze spoelen aan op een eiland, dan is er altijd vlees. En geiten hebben dat gewoon overleefd, hè? Ze hebben het met schapen geprobeerd, ze hebben het met varkens geprobeerd. Het zijn taaien. Ja, en die zijn altijd verdwenen, maar geiten... Er zijn nog veel onbewoonde eilanden waar geiten rondlopen. Maar vroeger hadden ze echt konijnen, kippen, soms een koe, geiten aan boord. Ja. Vooral als ze dan bijvoorbeeld naar Nederlands-Indië of zo, of in ieder geval de wereld over gingen, hadden ze natuurlijk altijd vers vlees bij, eieren, melk. Ja. Nou ja, werd zo'n dier ziek, dan werd hij opgegeten en dan... Ja. Hey, Floortje, die komt ook even kijken. Floortje en Dolly, dat zijn onze oudste bewoners. Dus Floor, die is 37, of dat moet ze nog worden dit jaar. Nou, dit is Dolly, dat is onze oudste bewoonster, die is 38 geworden. Dat kan je ook wel zien natuurlijk, hè. Ze was ooit helemaal gitzwart, maar... Hier is natuurlijk gewoon dit is geen zomerblond, dit is gewoon echt grijze haren. Er is een pony in Nederland 50 jaar geworden, een Shetlander ook. Dus wat dat betreft zou ze nog 12 jaar mee moeten. Nou, en ze doet het nog super goed. Het ging een poosje wat minder met haar. Maar toen hadden we nog niet in de gaten dat haar tanden los kwamen te zitten. En nu krijgt ze gewoon speciaal voer. En ze ziet er goed uit. Dus ieder jaar denk ik vooral, hè, strenge winters ben ik altijd wel een beetje angstig voor. Van, kan ze het aan? Dat vergt toch heel veel van een dier. Maar als ik er zie hoe goed ze in de vacht zit, ze is nog vrolijk en blij, ze graast nog. Vaak zie je ook wel weer dat ze het vervolgens weer uit haar mond laat vallen, omdat ze dat niet meer helemaal lukt. Maar dat korte gras gaat wel, maar die grote grasprieten zijn echt van die rolletjes. Ik vind het wel leuk dat we toch ook een soort semi-bejaarden tehuis zijn. Enerzijds natuurlijk omdat het een soort teken is dat we ons werk goed doen, dat dieren hier oud worden. En ik vind ook, het is niet dat je een dier zo, omdat het dan wat oud wordt en misschien geen veulentjes meer kan krijgen, dat je er dan opruimt. Ja. Wij hebben natuurlijk ook heel veel klussen die hier op de boerderij moeten gebeuren. Zo komt de paardentandarts, of moeten de hoeven gekrapt worden, of bijgeknipt worden. En vroeger deden we dat altijd op een maandag, want dat was handig, want dan hadden we geen publiek. Ja. En dan konden we gewoon onze eigen gang gaan. En nu doe je het juist met publiek erbij. Ja, nu doen we het juist met publiek erbij, omdat het zo leuk is om te laten zien van wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een boerderij. Jullie hebben hier een eigen terras. Ja, Charlotte Stormkapers, dat was degene die het landhuis gebouwd heeft op het landgoed waar wij nu zitten. En die had een tuinhuis en wij vonden het leuk om eigenlijk die verbinding met het landgoed te maken. En daarom hebben wij het het tuinhuis van Charlotte genoemd. Ja. Nou, dankjewel. En graag gedaan. En we gaan nog even verder kijken op de boerderij. We hebben het nu natuurlijk heel wat over vacht en zo, maar volgens mij heeft een varken helemaal geen vacht. Een varken is toch bloot? Nee, ja, dat zou je denken, hè? Maar als je goed kijkt, zie je eigenlijk vooral, ze heeft een borstel op de rug, ze hebben echt haren. Weinig vacht dan. Ja, ja, ze hebben weinig vacht, want dat ze in de modder liggen heeft ook wel echt een functie. Dat is ook wel omdat ze niet een vacht hebben als een paard of een koe. Hè? Ze hebben ook geen pigment, net als wij, dus een varken wordt niet bruin in de zon. Moet die af en toe wel in de modder gaan liggen. Dus dat geeft anders verbranden ze in de zon. Verbranden ze in de zon. Dus varkens zijn eigenlijk altijd wel bijzondere dieren. Ook, hè, ze hebben natuurlijk de reputatie dat ze dom en vies zijn. Maar ze zijn juist gewoon heel slim. En ongeveer net zo slim als een hond hebben ze uit onderzoeken wel eens gedaan. Dus er zijn bijvoorbeeld in Londen op het vliegveld in Heathrow... hebben ze geen drugshonden, maar drugsvarkens. Oh, leuk. Ze zijn alleen een beetje groot. Ja, maar dit is dan een groot ras. Dit zijn bonte Bentheimers. En dit varken was altijd heel geliefd om op te eten, omdat het eigenlijk vetvlees geeft. De worst, hè? Ja, ja. Tegenwoordig willen allemaal mager vlees, hè? Ja. En dus is het nu niet meer een aantrekkelijk ras. Dus het is wel heel grappig. En dit varken ook, ja, die heeft gewoon een relaxed leventje. Ja. Ook dit is heerlijk om hierin te leven, denk ik, voor die beesten. Ja, he, ze houden natuurlijk ook het liefst van de modderpoelen als het lekker warm is. Dus, en dat zie je ook, als het echt 25 graden is, dan plonzen ze er echt in. Wat je nu ziet aan haar, zij heeft iets wat ik eigenlijk nog nooit bij andere varkens heb gezien. Ze heeft een beetje een schuim op de mond staan. Ja. En zij is de hele dag aan het kauwen op een steentje. Zoals wij een kauwgom in onze mond hebben, zoekt zij altijd een steentje. En loopt ze op de smakken, een soort van, ja, iets om even bezig te zijn. Dus dit heeft niet echt een functie, maar ja, de functie die wij hebben aan kauwgom. Ja, precies. Gewoon lekker om iets in je mond te hebben. Ik bedoel, ze maken zich niet snel druk. Oh ja, pas op. Nee hoor, nee. Ze kunnen die neuzen natuurlijk zo enorm sterk, ze kunnen echt in één beweging. Ja, dat zit bij, hè? Ja. Het is wel een beetje machtsvertoon, dit geluid, maar als jij gewoon rustig blijft zitten, je kunt ze niet sturen. Hè? Een koe of een paard pak je bij het halster en dan loop je mee. Een varken is niet, zeg maar... Dus dan lijkt hij toch weer niet op een hond, want je zei de intelligentie is een beetje van een hond, maar... Nou, omdat als je een hond van jongs af aan in een hok stopt en je leert nooit dat hij aan de riem loopt, dan niet. Mijn oma had vroeger een biggetje. En die hadden heel veel varkens natuurlijk, gewoon als Brabantse boeren. En dat ene biggetje kreeg de fles en dat liep altijd met haar mee. Die hoefden ze niet te roepen. Ja, ja. Het biggetje zou het liefst, zeg maar, naast de fiets meerennen als ze wegging even boodschappen doen. Dus ja, die heeft dat gewoon geleerd. Dus toch wel, ja. Ja. Ik en mijn collega's werken natuurlijk al heel lang met die varkens. En wat me opvalt is dat we hebben 3 varkens hier. En we hebben bijvoorbeeld links gekrulde staarten en rechts gekrulde staarten. Ja, en deze heeft helemaal geen krullen. Nee, en dit is eigenlijk wel dat ze op de gemak is. Dit is een beetje zoals een hond ook wel eens. Oh, ja, is een beetje zo aan het kwispelen. Nou werkt het ook als een vliegenmepper. Hè, maar dat zijn van die dingen die zijn natuurlijk voor de wetenschap niet interessant om uit te zoeken. Maar hè, zoals mensen links of rechtshandig kunnen zijn, zo heeft een varken een linksdraaiende staart of een rechtsomdraaiende staart. Ja, grappig. Zo zijn er wel meer van die dingetjes. We hebben op dit ogenblik geen biggetjes. Maar een van de gedragingen die je wel ziet bij biggetjes, dan drinken ze bij een moeder. En dan gaan er altijd 1 of 2 biggen die bedanken mama. Dus die lopen dan zeg maar echt van de tepel naar de voorkant en die drukken dan vaak met hun neusje tegen de neus van de moeder aan. Als een soort van, hey, bedankt hè mam, was lekker. Wij vonden het heel erg leuk van Vacht en Veren dat we weer hier op de boerderij mochten zijn en alle verhalen mochten horen. Hartstikke bedankt.